De gemeente Binnenmaas heeft toestemming gegeven om 5 windmolens te plaatsen op hun grondgebied. Windmolens van ieder 187 meter hoog. Aan de overkant van de Oude Maas vinden we de gemeente Barendrecht. En daar zijn ze falikant tegen. Op een fatsoenlijke manier zorgen voor het draagvlak, dat is niet gebeurd. Ik begrijp overigens wel waarom, want dat draagvlak dat is er niet. Ja. Waarom niet? Omdat dit bewezen overlastgevende industrie is. Als je dat bij een dichtbevolkte woonwijk doet, en hierachter hebben we er daar 2 van, ja, dan krijg je overlast in de vorm van geluid, slagschaduw. Maar eigenlijk nog veel belangrijker, we hebben hier aan de zuidkant van Barendrecht in dichtbevolkt gebied een mooi natuur- en recreatiegebied. Het enige zoetwatergetijdengebied van Europa, dat is nog hier, uniek gebied. Ja, daar 5 windturbines ter hoogte van de Euromast inplanten, dat tart aan de grenzen der logica. Ze willen enorme windturbines plaatsen van 187 meter hoog, daarbij zal moeten worden gegraven in de grond. Er ligt heel veel vervuild havenslip. Dat is ook een probleem. En zoals je waarschijnlijk wel hebt gezien, is dit een dichtbevolkt gebied. Denk ik wel 40.000, 50.000 mensen die daar hinder van gaan ondervinden. En dat vind ik erg. U kent de bezwaren van de bewoners van de gemeente Barendrecht. Gaat het door wat u betreft? Natuurlijk gaat het door, anders zouden we niet al zover in het proces zitten. We kennen de bezwaren heel goed. Het zijn dezelfde bezwaren als die we bij al onze projecten tegenkomen. Bezwaren gaan meestal over wat is nou het effect van het windpark op ons als omgeving. Het enige punt waar we geen rekening mee kunnen houden, althans wat overblijft natuurlijk op een gegeven moment, is dat de windturbines gezien worden. En ja, daar kunnen we niks aan doen. Wat u betreft gaat het door? Het gaat absoluut door. We hebben een waslijst aan argumenten waarom dit eigenlijk helemaal niet kan. En die waslijst die deponeren we maandag bij de gemeente Binnenmaas. En we hopen dat dat hen op andere gedachten zal zetten.